In dit schema zien jullie de keuzeschakelaar. Ik heb voor de keuzeschakeling heb ik twee wisselschakelaars gezet. Dus daarmee kan je de lampen aan en uit doen op twee plaatsen. Zoals jullie al eerder hebben gezien. Maar er is nu nog een extra wisselschakelaar bij opgenomen. Dat is schakelaar S3. Deze schakelaar zorgt ervoor dat je tussen H1 of H2 kunt kiezen. En met S1 en S2 kan je de lampen aan en uit zetten. En met S3 kan je een keus maken.